Passie, toewijding en traditie staat er op de vrachtwagen van Van Amersfoort Racing. Cas, jij bent dit jaar naar Van Amersfoort Racing toegegaan. Ja. Hoe is dat allemaal zo gelopen dat je bij dit team terecht kwam? Nou, we zijn al heel lang in contact eigenlijk met Van Amersfoort Racing. En afgelopen seizoen heb ik dit kampioenschap al gedaan. Maar toen hebben ze op een gegeven moment mij gewoon gevraagd om een keer te gaan testen. En dat ging gewoon zo goed dat we eigenlijk gewoon toen gekozen hebben om bij Van Amersfoort Racing te gaan. Daar zeggen ze van, wij wilden Cas hebben, want wij willen een absolute topcoureur hebben. Een coureur die kampioen kan worden. Dus we moeten Cas hebben. Dus je staat wel onder druk gelijk, hè? Ja, zeker. Maar dat is ook goed. Je moet gewoon goed gepusht worden om goede resultaten te krijgen. Dus dat is alleen maar goed. Je rijdt in het Vreka-kampioenschap. Voorheen was dat Formule Renault, daarvoor Formule France zelfs. Dat is heel lang geleden. Ja. Heel veel coureurs die Formule Renault hebben gereden, die zijn later Formule 1-coureur geworden. Ja. Het is wel een stevige klasse. Ja, zeker. We staan met 38 auto's aan het startveld. En het is gewoon een volle kampioenschap. Dus het is een van de sterkste competities die er nu is. En het levert Formule 1 coureurs op. Ja, zeker. Dus het is gewoon echt een heel goed kampioenschap. Heel competitief. Goede banen. Dus een supersterk kampioenschap. Wat mag je zeggen dat als je Formule 1 coureur wil worden, dat je A moet hebben gekart? En B, dat je Vreka moet hebben gereden? Zeker, zeker. Ja, dit en samen met VIA F3 is dat gewoon echt wel de klasses die je moet hebben gedaan. De teams die hier zitten, die zijn ook heel goed. Ja het zijn alle topteams natuurlijk. Gewoon alle teams die Formule 3 en Formule 2 rijden, zitten ook gewoon hier. Dus dat zegt wel iets natuurlijk over het kampioenschap. Wat zijn dingen waar jij op let als je rijdt? Heb je een bepaalde voorkeur voor een bepaalde afstelling van de auto? Ik vind het heel fijn dat de voorkant altijd gewoon heel direct is. En dat is hier gelukkig ook. Maar vertel eens, de voorkant direct is, wat is dat? Dat is als je instuurt dat die voorkant gewoon direct gaat. Sommige auto's hebben snel de hoek om. Ja, snel de hoek om. Sommige auto's hebben dat de achterkant net wat meer grip heeft dan de voorkant. Maar voor mij is dit gewoon een goede afstelling. Als we kijken naar de concurrenten. Je collega-coureurs in deze klasse, wie zijn jouw grootste concurrenten? Ik denk dat Gabriel Mini een hele sterke wordt. Je hebt Hadrien David, maar allerlei Paul Aron, dat zijn gewoon heel veel sterke jongens. De circuits waar jullie rijden, we staan nu op het circuit van Monza. Maar jullie rijden op Zandvoort, jullie rijden op Monaco. Dat is ook leuk. Ja, heel gaaf. Vooral Monaco, maar Zandvoort ook. Dat zijn gewoon superbanen om te komen natuurlijk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ben jij aan het einde van het seizoen alleen maar tevreden als je kampioen bent? Ja, zeker. Ja. En als je dan kampioen bent, wat dan? Ah, dan gaan we voor de volgende stap en dat is de Formule 3. Daar hou ik je aan. Ja, is goed.